Ik ben Ina van Your Organization. Wil jij lekker in je vel zitten tijdens je werk? Dan heb ik een serie simpele oefeningen voor je die je achter je bureau kunt doen. Doe je mee? Vastzittende schouders krijg je niet alleen van veel computeren, maar kunnen ook ontstaan als je bijvoorbeeld veel krachttraining doet. De volgende oefening vergroot de ruimte in je schoudergewricht en om echt resultaat te krijgen moet je de oefening 1 à 2 keer per dag doen. Breng je rug van de leuning vandaan, plaats je voeten stevig op heupbreedte. Breng dan je rechterarm op je inademing omhoog. Buig je elleboog en plaats je hand hoog tussen je schouderbladen. Breng dan je linkerhand achter je rug en kijk of je vingers op elkaar aan kunnen raken. Als dat niet zo is, duw dan beide handen stevig op je rug. Misschien kun je wel je vingers pakken en verstrengel dan je vingers achter je rug. Kijk of je deze elleboog omhoog en naar achter kunt bewegen. De andere elleboog breng je zoveel mogelijk naar binnen en omhoog. Je lage ribben hebben de neiging om naar voren te komen, dus hou die naar binnen. Ontspan je gezicht, kijk recht naar voren en adem rustig door je neus in en uit. Laat vervolgens je handen weer los en doe dan de andere kant. Breng nu eerst je linkerarm omhoog, buig je elleboog. Breng je andere hand achter jezelf langs en kijk opnieuw of je aan deze kant de vingers vast kunt pakken. Zo niet, pak dan een riem of duw weer je handen op je rug. Breng je elleboog omhoog en naar achter. Kijk recht naar voren zodat je kin parallel is met de vloer. Ontspan je gezicht en adem rustig door. En deze oefening kan in het begin erg uitdagend zijn, maar je zult merken dat als je de oefening vaker doet, dat het makkelijker wordt en je vingers telkens iets dichter bij elkaar komen. Ontspan vervolgens weer rustig je handen naar beneden. Wil je meer van deze oefeningen doen? Abonneer je dan op mijn kanaal.